Een zeer goede dag. U kijkt naar de presentatie van het evaluatierapport van de commissie Koonstam. Het betreft het restitutie- en het teruggavebeleid van tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's geroofde kunstobjecten van veelal Joodse eigenaren. De evaluatiecommissie werd op verzoek van minister Engelshoven ingesteld door de Raad voor Cultuur. Zo dadelijk praat ik over het rapport met commissievoorzitter Jacob Koonstam. En daarna nodig ik de minister uit om ons te vertellen of en in hoeverre zij de aanbevelingen uit het rapport zal overnemen. Verder is aanwezig de nieuwe, want zeer recent geïnstalleerde voorzitter van de Raad voor Cultuur, Christel Balen. Het beleid van de Nederlandse overheid dat geëvalueerd diende te worden baseerde zich op de zogenoemde Washington Principles. Het internationaal aanvaarde moreel-ethische fundament voor het restitutiebeleid dat eind jaren 90 werd ondertekend. Zij vormden de leidraad voor staten om geroofde kunst te onderzoeken en te restitueren. Om u een idee te geven van de omvang en de ernst van deze taak, gaan we eerst even kijken naar een filmpje uit 1950. In de kelder van het Rijksmuseum te Amsterdam liggen, staan of hangen ongeveer 2700 schilderijen, welke in de bezettingstijd naar Duitsland zijn gevoerd en in gevolge de restitutiebepalingen onlangs door de geallieerde autoriteiten naar Nederland zijn teruggegeven. Er zijn schilderijen onder van beroemde meesters, als Van Dijk, Jan Steen en Rembrandt. Behalve schilderijen zijn ook gobelins en tapijten teruggekomen. En verder honderden andere kunstvoorwerpen. Men heeft hiervan een expositie ingericht met de bedoeling dat de voormalige eigenaren hun eventuele eigendommen kunnen herkennen. Indien zij kunnen aantonen dat het betrokken voorwerp inderdaad door de Duitsers geroofd is, zal het hun worden teruggegeven. Geschat wordt dat in de oorlog voor een waarde van 40 miljoen gulden aan kunstschatten is weggevoerd. Een niet onbelangrijk deel hiervan, ter waarde van 16 miljoen gulden, is thans teruggekeerd. Door het transport hebben vele stukken, waaronder vooral meubelen, te lijden gehad. De Stichting Nederlands Kunstbezit voert het beheer over de goederen. In april zal men van de schilderijen en tapijten een tentoonstelling inrichten. Ja, Jacob Koonstam, even voor de duidelijkheid. In het filmpje ging het over gestolen van mensen. Voor de goede orde, die mensen waren voor het grootste deel Joden. Dat klopt. En je ziet in zo'n filmpje, het Polygoonjournaal 1950, dat eigenlijk een beetje verdonkere maand werd dat het van Joden was gestolen. En dat is natuurlijk voor het grootste gedeelte het geval geweest. Ja, even een korte geschiedenis van dat hele restitutiebeleid. Die kunstwerken, die werden dus gestolen door de Duitsers. Hoe zijn die na de oorlog teruggekomen? De geallieerden hebben ze eerst met vliegtuigen, daarna met grote trucks teruggebracht naar Nederland. Aan de Nederlandse overheid ter beschikking gesteld met het doel om te onderzoeken of er nog nabestaanden waren, overlevenden waren, met het doel om het terug te geven. Dus het is custodian in het Engels. Het is dus niet een soort van eigendom, maar bewaarder om ervoor te zorgen dat die goederen allemaal terug zouden worden gegeven aan de rechthebbenden. Ja, en waar dat niet gebeurde, waar zijn ze toen terechtgekomen, die goederen? Er is in het begin heel onzorgvuldig mee omgesprongen. Dingen zijn soms verkocht, geveild. Aan ambassades of aan departementen ter beschikking gesteld. Door de overheid? Door de overheid. Helemaal retraceren is het niet meer mogelijk. Wel voor een belangrijk deel. En per saldo is er daarna, maar dat is dus heel veel later, echt formeel internationaal overeengekomen restitutiebeleid tot stand gekomen, waardoor een deel van die werken wel teruggegeven zijn aan rechthebbenden. Ja, en de rest is in depots opgeslagen, bij musea terechtgekomen. Ja. Bij een aantal particulieren misschien? Ja, zei dat het voor de spullen die van de geallieerden. Dus Hitler wilde namelijk een gigantisch museum maken met heel veel kunst erin. Maar toen het teruggegeven is, is het bij de overheid als het ware in eigendom gebleven. Dus zelfs als het bij ambassades of musea of bij andere instellingen zit, is het nog steeds wel spul van de overheid. Ja.
Nu, de streven naar rechtvaardigheid is de titel van jullie rapport. Het onderzoek dus naar het restitutiebeleid. Waar heeft de commissie vooral naar gekeken? Ik denk dat de commissie vooral een soort emotie voelde over het onrecht dat gedaan is aan Roma en Sinti, maar ook en vooral in dit geval aan Joden. Ontmenselijkt, bestolen, vervolgens voor een belangrijk deel ook nog vermoord. En dat je, als je kijkt naar restitutiebeleid, dat natuurlijk toch wel de grondhouding is van waaruit je naar dat beleid moet kijken. Streven naar rechtvaardigheid hebben we het genoemd. Zeker rechtvaardigheid is daarin heel belangrijk. Streven, dat woordje ook, dat red je nooit helemaal. Want het onrecht dat is aangedaan, kan je niet ongedaan maken. Maar je kunt wel de morele, politieke plicht voelen om zoveel mogelijk dat onrecht ongedaan te maken. Maar begrijp ik uit uw woorden dat streven naar rechtvaardigheid en dat diepgevoelde gevoel van onrecht dat is aangedaan, dat inderdaad niet vanzelfsprekend was na de oorlog? Nou, ik was er zelf niet bij. Maar als je kijkt hoe Joden die terugkwamen uit onderduik of uit kampen... Die het overleefd hadden, teruggekomen waren, heette dat. Die werden niet met open armen ontvangen. Hm. De grote discussie was altijd, wij hebben ook een hongerwinter doorgemaakt en hebben het zwaar gehad. Even heel ruw geschetst. Niet erg welkom geheten, om het op zijn minst te verwoorden. En dat geldt met het restitutiebeleid ook. Dat het in eerste instantie met hangen en wurgen een beetje tot stand is gekomen. Maar niet met een ruimhartig gedachte van, nu gaan we alles op alles zetten om teruggave te realiseren. Dus dat was het uitgangspunt van uw onderzoek. En wat hebt u dan precies onderzocht? Is er een inventarisatie gemaakt van de roofkunst? Ja, dat hebben we zelf niet hoeven te doen. Kijk, onze opdracht luidde tweeledig eigenlijk. De ene is, evalueer opnieuw het beleid zoals het gewijzigd is in 2015, 2016. Er is één belangrijke wijziging geweest in 2015, twee belangrijke wijzigingen geweest in 2015, 2016. Het eerste is dat ook die collectie die door de geallieerden terug is gegeven, dat daar een belangenafweging plaats mocht vinden. Dat dus het belang van het museum, dat een stuk in het bezit had, en het belang van de rechthebbenden tegen elkaar kon worden afgewogen. Ik moet eraan toevoegen dat voor die collectie, dat een NK-collectie heet, dus van geallieerden teruggegeven aan Nederland, dat de restitutiecommissie daar direct bijna burgerlijk ongehoorzaam heeft gezegd, voor die collectie gaan we geen belangenafweging gebruiken. Hoe dan ook, wij moesten opnieuw kijken wat we daarvan nu, anno nu, vonden. De tweede is dat er eigenlijk in de 2015, 2016 het idee was dat er ook meer voorlichting gegeven zou worden over het Nederlandse restitutiebeleid. En dat is, vinden wij, ongelukkigerwijze neergelegd bij het NIOT, althans een onderdeel van het NIOT, het expertisecentrum waar wetenschappelijk... Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. En het expertisecentrum waar een paar mensen zitten die echt weten waar Abraham de Mosterd haalt als je op zoek bent naar van wie is het geweest, hoe is het gegaan, hoe is het verkocht, hoe is het verkregen. Dus, maar u hebt dus gekeken naar hoe de procedures werden gevoerd. Hoeveel mensen moesten doen om iets terug te krijgen. De communicatie daarover, dergelijke zaken. Nou ja, echt vooral naar het beleid en en de vraag wat vinden wij nu van die beleidswijziging van toen. En ik noemde de twee elementen. Een andere opdracht die wij mee hebben gekregen is, kun je proberen om te bezien in hoeverre wij ons aan die Washington Principles, die je net hebt geïntroduceerd, de internationaal moreel politieke standaard voor het restitutiebeleid, in hoeverre wij ons in Nederland nog steeds aan die Washington Principles houden. Juist. Nog eventjes, want net zei u dat gebrek aan empathie, dat natuurlijk het uitgangspunt is van dit onderzoek nu. Was het om die reden ook heel moeilijk voor Joden om aan te tonen dat kunst van hen was? Voor een deel is dat natuurlijk ook feitelijk zo. Ik bedoel, 75 jaar na dato is het ook ingewikkeld. Het wordt alleen maar moeilijker. En dan kun je veel van de nazi's
zeggen in slechte zin, maar boekhouden konden ze. Dus een voor een deel kan je het daarmee wel proberen te retraceren. Maar bij sommigen kan dat onmogelijk. Ik bedoel, als het even een theeservies zilver is, waar niets in staat, in gegraveerd is, waardoor je het niet kunt terugvinden. Als het tapijten zijn, waar je ook niks van terug kunt vinden, ja, dan is er niet zo gek veel te doen. Maar zowel als het doeken zijn, schilderijen zijn, dan moet dat wel nog tot de mogelijkheden behoren. We hebben dus gekeken in hoeverre het beleid als zodanig passend was. We zijn niet naar individuele zaken gaan kijken, wel een beetje met een schuin oog. En misschien ook goed om het misverstand weg te nemen. Er speelt een Kandinsky-kwestie in het Stedelijk Museum. Daar hebben we natuurlijk wel met een schuin oog naar gekeken. Maar het is niet Kandinsky-zaak die ertoe geleid heeft dat wij als evaluatiecommissie ingesteld zijn door de minister en de Raad voor Cultuur. Maar dat is een beslissing die al in 2015, 2016 genomen is, dat in 2020 het beleid zou worden geëvalueerd. Ja, dat weet niet iedereen van die Kandinsky. Maar het voert nu een beetje te ver om deze affaire uit te gaan leggen, lijkt mij. Dus laten we even weer teruggaan naar het rapport. Hebt u eigenlijk enig idee om hoeveel werk het nog gaat? Ongeveer iets minder dan 4000 die in de collectie zitten die we van de geallieerden terug hebben gekregen. Juist. En daarnaast zijn er natuurlijk ook andere kunstwerken die niet via de geallieerden op de een of andere manier hier weer terecht zijn gekomen, maar die gekocht zijn, zeg maar, door musea tussen 1945 en onlangs, waar ook mogelijkerwijs gestolen spullen tussen. Maar dat moet onderzocht worden. Dat moet onderzocht worden. Juist. Nou goed, inmiddels hebben we niet meer te maken met de direct bestolenen, maar met hun erfgenamen. In hoeverre is dat nog een complicerende factor? In het erfrecht maakt het niet uit of het de bestolen is, om het zo maar te zeggen, of degene die de erfgenaam is daarna. Het ingewikkelde is dat er generaties tussen gaan zitten en dat een aantal mensen die de oorlog overleefden of nabestaanden waren daarvan, Joden, die waren na de oorlog met andere zaken bezig dan de kunst terug te krijgen. En er zijn dus vast ook kleinkinderen en achterkleinkinderen die geen benul hebben van het feit dat hun grootouders mogelijk waardevolle, maar in ieder geval emotioneel waardevolle spullen hadden die ze mogelijk terug zouden kunnen vorderen. Dat is een probleem van daar waar we natuurlijk ook op gestuurd zijn. Ja, maar bij terugvorderen, met alle goede bedoelingen, dus nu zeker weer inmiddels, is het nog steeds zo dat je wel moet aantonen op de een of andere manier dat het ooit in bezit was. Ja, zei het dat natuurlijk toch wel een onderzoek is dat je niet over mag laten, naar ons gevoel, aan achterkleinkinderen die niet eens bewust zijn van het feit dat er een soort eigendomsrecht ergens rust. En dat is natuurlijk wel opdracht van de overheid. En dat wordt dan onderzocht door het expertisecentrum. Die probeert aan de hand van de doeken te achterhalen van wie is het geweest, wanneer is het overgedragen en hoe is het overgedragen. Precies. En dus moeten altijd voor restitutie er twee dingen vaststaan, in hoge mate aannemelijk in het jargon, zijn dat je een rechtgenaam, dat je recht hebt, dat je een erfgenaam bent of zo, en dat het sprake is van onvrijwillig bezitsverlies, zo heet het in het jargon. Duidelijk. Weten de huidige eigenaren, maar dat moet ik eigenlijk tussen haakjes zetten. Weten zij dat ze in het bezit zijn voor roofkunst? Soms wel en soms niet. Ja. Als het uit die NK-collectie is, dus de geallieerde teruggegeven dan collectie, is het bekend. Dan is er, dat dan is hangt beschreven. Er een en zeker weten of het gestolen is, dat hoeft het niet allemaal te zijn, maar dat zou het zeker kunnen. Het restitutiebeleid in Nederland gaat ervan uit dat als een kunstwerk uit Joods bezit verloren is geraakt, ergens tussen 33 en 45, dat er dan van uitgegaan wordt dat het onvrijwillig bezitsverlies is, tenzij anders blijkt. Goed. En ik denk dat musea, die overigens in de laatste tijd heel actief bezig zijn geweest om te proberen
spullen die ze hebben waarvan ze weten dat het zou kunnen zijn dat het onvrijwillig bezitsverlies van Joden was, ja, om dat te onderzoeken en opnieuw in kaart te brengen. Nou ja, ik vraag het met name inderdaad met het oog daarop, want in het verleden hebben musea zich wel verzet tegen het teruggeven van geroofde kunst, met het oog op het wat dan heette museale belang. Ja, ingewikkeld omdat met het morele oogmerk van nu, zeg maar, opnieuw te beoordelen. Spullen die gekocht waren door musea, terwijl ze niet direct wisten dat het gestolen kunst was, te goeder trouw toen gekocht, weinig onderzoek gedaan naar de herkomst van dit soort objecten. Maar ja, daar kijken we nu echt anders tegenaan. En ik denk zelf ook, we hebben met een groter aantal directeuren van musea gesproken, en die zeggen eigenlijk allemaal unisono: gestolen spul van Joden willen wij niet in onze collectie houden. Die moet teruggegeven worden. Dus hoe het ook zij uit het verleden, onze boodschap die we nu van musea krijgen is: dat willen we helemaal niet in ons bezit hebben. Laten we dan meteen naar de boodschap van deze commissie gaan en naar de aanbevelingen. Eén daarvan betreft dat museale belang. Ja, twee dingen daarover. Het eerste is dat we gezien hebben dat het beleid, om het zo maar te zeggen, het restitutiebeleid, is neergelegd in 15 verschillende documenten. Dus als je al denkt van, goh, ik zou misschien recht hebben op, moet je 15 verschillende documenten doorploegen. Dat is onverstandig. Dus we hebben een nieuw beoordelingskader ontworpen op basis van overigens een belangrijk deel van die documenten, waardoor het in één keer helder is, als je het doorleest, het zijn 13. Het is eenduidig geworden. Het is redelijk eenduidig geworden. En een van de punten die daar springend in is, is dat wij echt de minister adviseren om afstand te nemen van die belangenafweging. Belangenafweging die soms ook pijnlijk was, in de zin van hoe intensief heeft de rechthebbende direct na de oorlog geprobeerd om het doek terug te krijgen. Ja, mensen die terugkwamen van kampen of nabestaanden waren, hadden echt andere dingen aan hun hoofd dan te bedenken kunst terug te vorderen. En de andere kant, belangenafweging, museale belang, de moreel-politieke plicht, streven naar rechtvaardiging, laat het volgens onze commissie niet toe dat je daarbij naar het belang van het museum kijkt als vaststaat dat het onvrijwillig bezitverlies is. Als het in hoge mate aannemelijk is dat je de rechthebbende bent, dan zou het gerestitueerd moeten gaan worden. Dat zou dus het beleid moeten vormen. Dus dat eenduidige beoordelingskader is één aanbeveling. Tweede is het loslaten van het museale belang. We hadden het er net over hoe moeilijk het was voor nabestaanden om überhaupt te weten of kunst nog tot hun bezit behoorde. Wordt daar nog iets aan gedaan? Ja, daar vinden we dat het is het enige punt uit het Nederlandse restitutiebeleid waarvan wij vinden dat het inmiddels echt in strijd is met de Washington Principles. Eigenlijk is het de plicht van de overheid om aan de hand van met name die teruggegeven objecten door de geallieerden, om die heel intensief te onderzoeken en te kijken, heet herkomstonderzoek te doen, van wie was het? Hoe is het verloren geraakt? Dus dat is echt actief? Dat is heel actief zelf onderzoeken. Nu hebben niks kwaads daarover, overigens, maar advocatenkantoren dat tot hun nieuwe markt gemaakt en dat onderzoek op zich genomen om vervolgens achterkleinkinderen te benaderen en te zeggen, hé, wist je wel dat? Dat is een misvorming. Dat is een taak die de overheid heeft, door de geallieerden in het bezit gesteld van die goederen, om te zorgen dat ze teruggegeven gaan worden. Ja, wij vinden dat dit punt echt in strijd is met de Washington Principles en raden de minister dus aan om de eerstkomende 4 jaar, gaat 3 miljoen euro kosten, zo hebben we laten berekenen, intensief herkomstonderzoek te doen en vervolgens, via een andere route dan via het expertisecentrum overigens, nabestaanden te benaderen en te zeggen, we hebben wel het een en ander gevonden waardoor het kan zijn dat u recht hebt op restitutie, wende u zich tot de restitutiecommissie. En als dat niks oplevert, kan je ook nog zelf denken dat je ergens recht op hebt. Kun je dan nog wenden tot de overheid? Zeker, dan kun je wenden tot de restitutiecommissie en tot de overheid. Je kunt ook vragen onderzoek te doen. De kans dat je plotseling denkt, goh, misschien
Nee, maar je kan het wel opgegeven hebben. Vanwege dezelfde redenen die u net beschreef, namelijk de bejegening en de moeilijkheden om überhaupt erachter te komen hoe je iets terug kon krijgen. Dus het zou kunnen dat mensen nu nieuwe moed vatten. Ja, nee, zeker. En met nu dat eenduidige beoordelingskader en met actief herkomstbeleid en onderzoek kunnen mensen inderdaad op weg geholpen worden. En kan het zijn dat uiteindelijk de conclusie getrokken wordt, ook in de procedure bij de restitutiecommissie, ja, onvrijwillig bezitsverlies en ja, eigendom en dan restitutie. Juist. Hebben we de belangrijkste aanbevelingen van dit rapport nu gehad? Ja, ik zou vinden, er is één punt wat ik dan nog wel wil noemen. Wij zien een driehoek aan organisaties die het restitutiebeleid vorm moeten geven. Het ene is natuurlijk de restitutiecommissie, die overigens naar mijn gevoel echt uitstekend werk heeft gedaan. Sommige kritiek, ook uit het buitenland, vind ik niet erg overtuigend. Daarnaast expertisecentrum, dat heel wel gericht gaat onderzoeken bij die 4000... Waar nog enige herkenningspunt aan te ontlenen is om te zien hoe is het verloren geraakt en van wie was het eigenlijk. Mm-hmm. En een derde is een actieve helpdesk die de resultaten van dat expertisecentrum, ja, het is die en die en het is onvrijwillig, dus we zouden nu op zoek moeten gaan naar die mensen, moet je bij een actief informatiecentrum beleggen. Ook dat valt onder de minister, want het is heel belangrijk dat dat ook ministeriële verantwoordelijkheid is om het uit te dragen. Dus de minister moet een helpdesk instellen. Ja, en helpdesk, een activistische helpdesk. Een activistische helpdesk. Niet alleen maar passief wachten totdat er verzoeken komen, maar zelf in binnen- en buitenland het restitutiebeleid uitdragen. Zullen we die minister erbij vragen? Ja. Mag ik u verzoeken, mevrouw van Engelshoven? Want de commissie heeft gerapporteerd aan de Raad voor Cultuur en die Raad voor Cultuur heeft dat rapport reeds aan u aangeboden en dus hebt u het gelezen. Zeker. Dat hoef ik niet eens te vragen. Wat is wat u betreft, laat ik beginnen met een algemene vraag, het belang van dit advies? Ik vind het een heel belangwekkend advies. Kijk, wat we merken is, we vieren dit jaar 75 jaar bevrijding. En je merkt dat die oorlog op vele fronten nog de sporen nalaat in onze samenleving. En ook op dit terrein. Want we hebben inderdaad die NK-collectie, die collectie die ons is Nederlandse die ons is teruggegeven door de geallieerden met de opdracht, zorg dat die collectie terugkomt bij de rechthebbenden. Ja. En daar zijn we nog steeds niet volledig in geslaagd. En dat gaat om meer dan alleen dat kunstwerk. Dat gaat ook om de erkenning vanuit de overheid van het leed wat mensen is aangedaan. Dus in die zin is wat Jacob Koonstam daarover gezegd heeft, u en trouwens wat in dit rapport staat, u uit het hart gegrepen. Ja, dat streven naar rechtvaardigheid, dat is eigenlijk de belangrijkste morele plicht die je als overheid hebt. Dan even de afzonderlijke aanbevelingen. Dat streven naar een eenduidig beoordelingskader. Ik neem aan dat niemand daartegen kan zijn. Maar nee. Wat inhoudt dat onder andere dat het museale belang waar tot nu toe sprake van zou zijn, dat wordt losgelaten. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, de commissie heeft daar echt goed naar gekeken. En het is inderdaad zo dat je het transparant maakt en voor iedereen goed vindbaar maakt wat het beoordelingskader is. Maar als je echt zegt van ja, we moeten hier streven naar rechtvaardigheid. We moeten erkennen dat er leed is aangedaan. Dan vind ik het wel heel moeilijk om dat te moeten wegen tegen een museaal belang. Want het museum heeft er ook in geïnvesteerd. In mijn gesprekken met musea merk ik ook, er is geen museum in Nederland die roofkunst aan de muur wil hebben zonder alles te hebben gedaan om dat terug te laten keren bij de rechthebbenden. Dus door die gesprekken voelt u zich misschien vrij om te zeggen dat u het ook met deze aanbeveling geheel eens bent? Is het ook een ministerraad die daarover moet besluiten. Ik weet dat ik het u lastig maak, maar toch. Besluiten, maar ik... Ik kan mij moeilijk voorstellen dat we zouden zeggen van nou, dat gaan we toch maar anders doen. Omdat hier het streven naar rechtvaardigheid zo belangrijk is. En daar willen we gewoon echt recht aan doen. Okay. En dan moet je echt zeggen van ja, dan
tegen dat recht doen aan dat leed, ja, daar is weinig belang tegen te wegen. Goed, dat is, lijkt mij heel duidelijk. Dan moet er een actief beleid komen op het gebied van opsporing enerzijds en ook op het benaderen van mensen. Zo'n, wat ik dan even een helpdesk noemde, geloof ik. Maar ik weet niet of dat dan de goede benaming is. Maar wat vindt u daarvan? Nou, kijk, hoe we dat precies gaan doen, daar moeten we echt nog even op puzzelen. Maar het belangrijkste wat de commissie eigenlijk zegt is van ja, in 2007 werd besloten van nou ja, dat actieve onderzoek dat kunnen we wel stopzetten. We weten het nu wel. En wat we eigenlijk zien is, ja, er zijn ook nieuwe technieken gekomen. We weten nu meer en er blijft ook die morele opdracht. En ja, als ik dat met elkaar, als ik dat langs elkaar leg, dan denk ik van, ja, dan kan ik de commissie heel goed volgen die zegt van, overheid, ga daar actief mee aan de slag. Dat betekent namelijk ook dat het u 3 miljoen kost. Zeker, en dat is ook waarom ik nog even een slag om de arm haal van hoe we dat precies gaan doen. Maar 3 miljoen in 4 jaar lijkt me overzichtelijk. En in de huidige tijd is het echt werkelijk, in de huidige coronatijd, peanuts. En dan ja, maar dat is echt een andere kwestie. Maar, dat snap ik, maar het is natuurlijk geen geld voor rechtvaardigheid. Nee, en kijk, je moet dit echt zorgvuldig doen. Hè. En nogmaals, ik moet een beetje een slag om de arm houden, hoe precies. Maar kijk, hier ligt een rapport wat goed doordacht is, waar met ongelooflijk veel mensen over gesproken is. Als ik het lees, wat bij mij wel het gevoel opwekt van ja, dit moet ik doen, wil ik recht doen aan die wat in mijn ook de belangrijkste taak van de overheid is en streef naar rechtvaardigheid. Juist. Dan is eigenlijk, want ik snap al die slagen op de arm, snap ik. Maar dan is toch de vraag, wanneer denkt u een definitieve reactie van de overheid te hebben? Of zo snel mogelijk in het nieuwe jaar. Voor de verkiezingen? Streef ik wel naar. Kijk, want wat heel belangrijk is, ook voor de restitutiecommissie, die moeten dit werk doen. Dus die moeten nu natuurlijk ook zo snel mogelijk duidelijkheid hebben, hoe moeten wij verder? Ja. Dus ik vind ook dat ik eraan gebonden ben om hen ook die duidelijkheid te geven in het belangrijke werk wat zij doen. Duidelijk. Ik wil u hartelijk danken, zeggen wij dan bij de televisie altijd. Ik dank u gewoon hartelijk. Ja. Hebt u nog daar iets aan toe te voegen of een slotwoord te spreken? Twee dingen. Het eerste, ik wilde de minister het eerste gesigneerde exemplaar geven. Want de minister heeft natuurlijk al lang een exemplaar gezien. Dank. Maar met een opdracht, probeer onze adviezen en aanbevelingen op te volgen. En ik hoor dat het er goed naar uitziet. En de tweede opmerking die ik wel ook echt nog gemaakt wil hebben. Het is een waanzinnig intensief proces geweest met de hele commissie. We hebben elkaar af en toe echt zitten treiteren om tot het uiterste te gaan in dringende gesprekken, maar met een fantastisch soort samenbindend vermogen uiteindelijk unaniem tot deze conclusies gekomen. En als voorzitter wil ik in ieder geval gezegd hebben, dank aan al die commissieleden. Fantastisch. Ja. Waarvan akte? Daar zou ik ook graag mijn dank aan willen toevoegen. Dit is geen makkelijke tijd om dit soort werk met een commissie te doen. Het zijn ook niet altijd de discussies die je graag op het scherm voert met elkaar. Maar er ligt er gewoon een ongelooflijk goed rapport en daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Nou, dan rest mij nog slechts mijn dank aan die van u toe te voegen voor dit gesprek. Hartelijk dank. Dat brengt mij namelijk tot de afsluiting van deze livecast. Het volledige advies, streven naar rechtvaardigheid, dit dus, dat kunt u vinden op de website www.raadvoorcultuur.nl. En ik zou zeggen, lees het, het is zeer de moeite waard. Dank.